بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم رب إسرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Mijn stem is niet de allerhardste. En dat komt omdat ik iedere avond les geef. En overdag gebruik ik ook mijn stem voor mijn werk. Dus eigenlijk, ook al is het een kleine ruimte, dan gebruik ik vaak een microfoon. Dus, maar ik ga inshallah proberen ietsjes harder te spreken. Maar meestal, als je zachtjes praat, dan vraag je nog meer aandacht. Want de persoon die wil nog meer luisteren. Terwijl als je harder praat, onze hersenen zijn zo slim, dat ze toch wel een paar dingen tegelijkertijd kunnen doen. Dus het is ook een strategische zet die ik niet voor gekozen heb. Dus het is niet bewust, maar het is onbewust zo geweest. Om te beginnen, ik ben heel erg blij om tussen jullie te zijn. En de moslim moet altijd oprecht zijn. Als jij solliciteert, dan Allahu a'lam wat je gaat zeggen, wat je zegt allemaal, of het klopt of niet. Maar in de dien zeggen wij hetgene wat ook echt in ons hart zit. Want Allah subhanahu wa ta'ala is onze getuige hierin. Dus ik ben heel erg blij om tussen jullie te zijn. Ik ben heel blij om te zien zoveel jongeren, subhanallah, die bij elkaar komen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala de asatid en de mashayikh rijkelijk belonen hiervoor. De laagdrempeligheid van deze da'wah zorgt ervoor dat de jongeren zich welkom voelen. En dat de jongeren komen, subhanallah. En dat jij kan zitten. Yani, ik kan heel veel dingen noemen die voor jullie misschien vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld is de... En ik vind dat heel goed. Hè, dat, niet dat ik dat iets anders van vind. Maar ik vind het heel mooi dat je en eet en drinkt en tegelijkertijd een lezing volgt. En nou moet je weer niet denken dat het niet kan. Dat kan zeker. Maar daar ben ik heel blij mee. Dat ze dat laat zien... Dat jij je voelt alsof je thuis bent. Daar wil ik naartoe, zeg maar. Dus het is heel erg mooi om dat te zien. Ik ben ook heel erg blij, subhanallah, om te zien, subhanallah, dat er toch wel zo'n vrijdagavond, waardoor je toch 1001 andere dingen kon doen, dat je toch hier naartoe komt. En ik hoor van de sheikh, subhanallah, dat dit niet één keer is, maar dat het wekelijks is. Ja. Dus de, subhanallah, de continuïteit, dat het toch de persoon ervoor komt, is ook heel mooi om te zien. Het onderwerp, en ik zal me houden ook aan de tijd met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik zal het inshallah ongeveer 30 minuten hebben over de dua. En als wij over de dua willen hebben, dan hebben wij over Allah subhanahu wa ta'ala. Want degene die wij roepen, is wie? Is Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe meer wij Allah subhanahu wa ta'ala kennen, hoe meer onze dua effect heeft in onze leven, hoe meer Allah subhanahu wa ta'ala van ons accepteert. Een voorbeeld. Als je weet, als jij bijvoorbeeld iemand op straat tegenkomt, ja, en je hebt iets nodig, en eigenlijk deze persoon die je op straat tegen bent gekomen, die jou begroet heeft, die jou kent, die jij niet kent, als je zou weten wie hij was, dan zou je gelijk vragen hetgene wat je een hele jaar op zoek naar was. Maar omdat je die persoon niet kent, vraag je dat niet. Vergeleken met iemand als je zou kennen en je weet zijn cv en je weet wat hij kan en je weet dat hij heel erg behulpzaam is en dat hij graag mensen helpt en noem maar op. Dan zou jij natuurlijk dat kunnen vragen. Wat ik daarmee wil zeggen is, als wij Allah subhanahu wa ta'ala kennen, dan zullen wij onze hulp of onze vragen bij Allah subhanahu wa ta'ala leggen. Geen wonder dat je ziet de sahaba van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die subhanallah, zoals de overleveringen aangeven, ze zeiden, tot aan het zout voor onze eten vroegen wij aan Allah. Tot aan de zout voor ons eten vragen wij aan Allah. Gisteren was ik in Amsterdam voor een les. En een aantal broeders waren met mij meegegaan. En... Ze hadden daar ze zaten bij de VU en op een gegeven moment toen ze klaar waren, zijn we samen gegaan, barakallahu fik. En zijn wij samen
samengegaan. Vervolgens, een van de broeders die stelde de vraag, hij zei, ik schaam me eigenlijk om aan Allah te vragen. Ik schaam me om aan Allah te vragen. Ik zei, waarom? Schaam je jezelf om aan Allah te vragen? Hij zegt, op dat moment besef ik, hè? Hij zegt, ik schaam me om aan Allah te vragen. Hij zegt, op dat moment besef ik hoe groot mijn tekortkoming is tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. En mijn zondes. Waardoor ik niet durf om aan Allah te vragen. Ik moest denken aan een van de salaf. Die zei, ook zal Allah mij vergeven. En ook zal ik in het paradijs komen. Nog steeds zal het mij pijn doen dat ik hem ongehoorzaam ben geweest. Het zal mij nog steeds pijn doen dat ik ongehoorzaam ben geweest. Die heb ik verteld aan hem. Maar ik zei tegen hem, maar eigenlijk, als wij Allah weten wie hij is, zouden wij juist vragen. En toen heb ik een voorbeeld gegeven. Ik zei, je kan het omdraaien. Je kan alles wat je aan het voelt en aan mij vertelt, kun je vertellen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Je kan zeggen, ja Rabbi, u bent degene die mij zag wanneer ik u aan het ongehoorzamen was. En toch heeft u mij beschermd. En nu kom ik terug naar u, zodat u mij accepteert. En ik vraag u dat u mij vergeeft. En zoals u mij in staat hebt gesteld om u te zondigen, vraag ik aan u om mij in staat te stellen om u te aanbidden. En toen zei hij, subhanallah, hij zei, ik voel het nu al laat staan als ik het dua zou doen op dat moment. En dat is, broeders en zusters, dat is Allah, subhanahu wa ta'ala. Daarom zeg ik, subhanallah, yani, als we Allah kennen, het gaat terug naar het begin. Als we Allah kennen, subhanahu wa ta'ala, dan zouden wij weten, subhanallah, wie hij is. Waardoor wij dus dag en nacht aan Allah, subhanahu wa ta'ala, zouden vragen. En ik wou heel kort stilstaan bij een stukje van Imam al-Qayyim, rahimahullah, die hij vertelde over Allah, subhanahu wa ta'ala, in zijn boek Ad-Dawa Ad-Dawa. Het is een boek die hij geschreven heeft aan de hand van één vraag die één persoon heeft gesteld. Eén vraag heeft ervoor gezorgd dat hij een hele boek heeft geschreven, subhanallah. Kijk hoe zij serieus namen mensen, subhanallah. En aan het einde ga jij weten wat eigenlijk die vraag was. Die boek raad ik jullie aan. Alhamdulillah is ook in het Engels vertaald. Inshallah hopelijk in het Nederlands. Maar het is een hele, hele profijtvolle boek. Ad-Dawa Ad-Dawa. Dus dat is het kwel en de genezing. En het is, subhanallah, voor een ieder, vooral voor de jongeren, is het een hele belangrijke, cruciale boek die jou gaat helpen om jou al om Allah te aanbidden. En bijvoorbeeld, een sheikh, Abdulzak al-Badr, hij zei, subhanallah, dit boek heeft een hele grote effect gehad in mijn jeugd, waardoor ik heel veel aan heb gehad. En in het kort, waar ging het over? Iemand die een harame liefde had. Iemand die een harame relatie en een harame liefde had. En hij zegt aan het einde, hij zegt van, ik zie de weg niet meer en ik ben helemaal verdwaald. En help mij, ja, nu echt een oprechte kreet deed die persoon, als je zou zien aan het begin van de inleiding. En op dat moment gaat de sheikh door middel van zijn boek, en de Ibn Qayyim is bekend, gaat hij hem richten van de liefde van hem op, naar een mens toe, naar het liefde naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. En een van de dingen wat hij hierin zegt, hij zegt, weet dat al jouw behoeften in handen van Allah liggen. Yani wanneer we hebben over de dua, hè? Je moet niet denken dat ik verdwaald ben of van de weg kwijt ben qua onderwerp. We hebben over de dua, maar we kunnen over de dua alleen maar hebben, zei ik, als we weten wie Allah is, subhanahu wa ta'ala. En vaak zie je dat de persoon aan iedereen iets vraagt en wanneer alle deuren dicht gaan, dan komt Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, een van de geleerden, hij zei, dus een student vroeg, hij zei, ja sheikh, hoe komt het dat de dua van de sahaba en van de salaf, dat die geaccepteerd werd en dat onze dua niet geaccepteerd wordt? Yani, vroeger had jij, subhanallah, sommigen die wisten dat als zij dua zouden doen, dat zijn dua geaccepteerd zou worden.
Hij zei het verschil tussen ons en hun is, hij zegt, wanneer zij Allah gingen smeken, smeekten ze met volle vertrouwen dat Allah zal verhoren. En hij zegt in onze tijd, omdat we Allah dan niet kennen, hij zegt, dan smeken wij terwijl wij Allah aan het testen zijn. In welke opzichten gaat Allah accepteren mijn dua of niet? Is een test. Ik even uitproberen. Gaat het lukken? Hey, alhamdulillah, mijn dua is geaccepteerd. Dus kijk, subhanallah, welke vertrouwen ze hadden. Vergeleken met de vertrouwen die dan is. Dus de behoefte van een ieder, broeders en zusters, is dus in handen van Allah subhanahu wa ta'ala. Het bijzondere is dat Allah subhanahu wa ta'ala degene is die de meeste barmachtige is. En daarom tot de gedrag van de dua behoort en tot de acceptatie van de dua behoort dat wij Allah smeken iedere keer met de naam die passend is aan onze behoefte. Dus willen wij zijn vergevenis, dan zeggen wij ja Ghafur al-Rahim. Willen wij zijn barmachtigheid, dan zeggen wij ja Rahman al-Rahim. Willen wij zijn rizq, dan zeggen wij ja Razzaq. Willen wij zijn genezing doen, dan zeggen wij ja Shafi. Dus dat wij iedere keer gebruiken de naam die passend is aan onze behoeften die wij hebben. Ik zal een naam van Allah subhanahu wa ta'ala hierin nemen. En dat is de naam van Allah subhanahu wa ta'ala Rahman. Ar-Rahman zie je heel vaak terugkomen in de Koran. En Ar-Rahman is degene die zijn barmachtigheid de hele schepping heeft bereikt. En Ar-Rahman, zoals de geleerden zeggen, is algemener en breder en groter dan Rahim. Rahim is specifieker voor zijn dienaren die hem subhanahu wa ta'ala aanbidden, zoals Ibn Qayyim zegt. Ar-Rahman kom je overal terug. Je komt terug dat, yani, wie gebruikt de naam Ar-Rahman? Allah subhanahu wa ta'ala gebruikt het in het hiernamas. En wanneer Allah subhanahu wa ta'ala heeft over dat de dag des oordeels aangebroken is, dan zie je dat Allah subhanahu wa ta'ala hierin gebruikt verschillende voorbeelden van. Bijvoorbeeld Allah zegt subhanahu wa ta'ala, wa khasha'ati laswatu lirrahman. Oftewel, de stemmen en dat de mensen, die zijn allemaal nederig geworden voor de meeste barmachtigen. Dan hebben de geleerden gezegd, en dat is maar niet één voorbeeld, er zijn heel veel voorbeelden, dat Allah de naam Ar-Rahman gebruikt voor de dag des oordeels. Dan hebben ze gezegd, hoe komt het dat Allah Ar-Rahman gebruikt voor de dag des oordeels? En hoe komt het, wie gebruikt dat? Natuurlijk degene die daar op de dag des oordeels zijn. Waarom gebruiken ze de naam Ar-Rahman? Geleerden zeiden, omdat zij zien hoe groot de rahma van Allah op die dag is. En hoeveel de rahma van Allah op die dag is. En hoe omvangrijk de rahma van Allah op die dag is. Dat zij op dat moment de enige naam die bij hun opkomt Ar-Rahman wordt. Subhanallah. Mensen die in het hellevuur zitten, gebruiken ook de naam van Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. En dan wordt gezegd subhanallah, hoe komt het dat zij de naam van Ar-Rahman gebruiken dat het was in het hele vuur zitten? Ja? En de engelen, ja, zeggen ook tegen hun, ja, waarom hebben jullie niet geloofd in Ar-Rahman? Waarom zeiden de geleerden? De engelen willen daarmee duidelijk maken, de rahma van Allah is zo breed en zo groot. Kunnen jullie niet een plekje vinden in de rahma van Allah subhanahu wa ta'ala? Yani, hoe kan iemand in het hele vuur komen die weet dat Allah Ar-Rahman is, subhanahu wa ta'ala. Dus het kennen van Allah, subhanahu wa ta'ala, door middel van zijn schone namen en verheven eigenschappen, die brengen jou in een heel andere dimensie. Die heffen jou van dit wereldse leven. Die gaat jou op dat moment leven met Allah, subhanahu wa ta'ala. Waardoor jij weet wie Allah, subhanahu wa ta'ala, is. En daarom, subhanallah, is het zo dat Ibn Qayyim, rahimahullah, een van de zaken wat hij zegt is, hij zegt, Hoe kunnen wij onze hoop niet leggen bij Allah subhanahu wa ta'ala, terwijl hij degene is die zijn gunsten dag en nacht dalen, terwijl de zondes van de dienaren stijgen. Subhanallah. De zondes van de dienaren stijgen en de rahma van Allah daalt en zijn gunsten dalen. Allah subhanahu wa ta'ala is degene die ons in staat stelt om hem te aanbidden. Wel, hij is degene die ons in staat stelt omdat wij ongehoorzaam worden aan Allah subhanahu wa ta'ala. Want niets gebeurt op aarde
waar hij geen toestemming voor heeft gegeven. Ja? Dus zelfs hetgene wat wij zelfs wanneer de dienaar aan het zondigen is, zondigt hij met de kracht en macht van Allah subhanahu wa ta'ala. Vervolgens is Allah degene die deze persoon alsnog accepteert. En terug laat komen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Het bijzondere is dat Allah subhanahu wa ta'ala bijvoorbeeld tot zijn namen behoort Al-Ghafoor en Al-Ghaffaar en Al-Tawwab. Al-Ghafoor is degene die vergeeft. Al-Ghaffaar, dat is de overtreffingsstap en dat is degene die veelvuldig vergeeft zijn dienaren. En wat is Al-Tawwab? Al-Tawwab is degene die één, de persoon in staat stelt om terug te komen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Met andere woorden, nadat de dienaar ver is gegaan van Allah, laat hij terugkomen naar Allah door de weg te laten vinden om berouw te tonen op een gegeven moment. Vervolgens accepteert Allah die berouw en vervolgens beschermt Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib. Drie dingen krijg je tegelijkertijd. Eén, Allah subhanahu wa ta'ala brengt jou naar het pad van de tauba. Hoe vaak hoor je mensen zeggen, subhanallah, ik heb die ene lezing bijgewoond en die heeft mijn leven veranderd. Subhanallah, ik ben op Umrah geweest en die heeft mijn leven veranderd. Subhanallah, Ramadan is aangebroken en mijn leven is veranderd. Ik heb die broeder gesproken, heeft twee woorden gezegd en die twee woorden waren voor mij voldoende. Mijn vriend zat in een auto, heeft een auto-ongeluk gehad en dit was voor mij het besef waardoor mijn leven veranderde. Ajib, gisteren zat ik met een jonge man die met zijn eigen ogen heeft gezien zijn beste vriend die neergestoken is en tegelijkertijd ter plekke dood is gegaan. En hij zegt, op dat moment zat ik naast hem en hij zei, ik dacht bij mezelf, wat kan ik nu doen? Hij zei, het enige wat ik kon doen was op dat moment dat ik zag heel veel bloed op dat moment, zei hij. Ik dacht bij mezelf, laat ik zoveel mogelijk de shahada zeggen. Wallah, ik zei tegen hem, Allahu alam, of ik in staat zou zijn om de shahada op dat moment zich te herinneren. Hij ging de shahada, heel jonge man, hij zei, ik ging de shahada herhalen, totdat hij op een gegeven moment de shahada van mij overnam. En dat is ook hoe het hoort. Je moet niet tegen die persoon zeggen, zeg de shahada. Hij is bijna niet meer met jou. Maar dat je veelvuldig herhaalt, zodat hij het hoort en zodat hij van jou overneemt. Dus hij zei, ik heb de shahada herhaald, totdat hij van mij overnam. Hij zei, ustad, je zou niet geloven, maar deze jongen die daar lag, hij lag het alsof hij alle rust had van de wereld. Hij zei, als jij niet zou kijken naar zijn toestand en je zou kijken alleen naar zijn gezicht, dan zou je denken, subhanallah, deze persoon, die mankeert helemaal niks. Hij zei, hij was in rust totdat hij de shahada heeft uitgesproken en uiteindelijk is overleden. Hij zei, toen ik dat zag, heb ik mijn hele leven veranderd. Hij zei, ik ging op Umrah en ik ging Allah veelvuldig smeken. Ik kwam terug en ik heb mijn hele leven veranderd. En nu wil ik die pad nog verder ingaan en kennis opdoen. En dat is de reden waarom ik de lessen kon bijwonen. Dat is het tawab subhanahu wa ta'ala. Die op allerlei verschillende manieren de persoon laat beseffen van dat hij terug moet komen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Laten we kijken bijvoorbeeld naar de tragische gebeurtenissen die niet zo lang zijn gebeurd. De aardbevingen die plaats hebben gevonden in Marokko. En de overstromingen die plaats hebben gevonden in Libië. En allerlei andere natuurlijke rampen die gebeurd zijn op aarde. Die gebeuren zodat de mensen terugkomen aan Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yarji'un, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah zegt, wa lanudhiqannahum min al-'adhabi al-adna. Doen al-adhab al-akbari, la'allahum yarji'un. En we laten hun proeven een kleine bestraffing om te voorkomen de grote. Wat wordt daarmee bedoeld? Allah subhanahu wa ta'ala neemt van jou bepaalde rizq, neemt van jou bepaalde gezondheid, neemt van jou bepaalde geliefde persoon. En dat is zijn qadr die hoe dan ook gebeurt. Dat behoort tot zijn bepaling die niemand ontkomt. Moslim, kafir, iedereen maakt mee. Lakin de moslim heeft daar baat bij. Want hij ziet dit. En hij zegt, ik wil niet de grote bestraffing meemaken. Waardoor de persoon terugkomt aan Allah subhanahu wa ta'ala en zijn leven verandert. Dus onze hele leven, broeders en zusters, is een leven die subhanallah genoeg wijsheden erin zitten. En iedere station van onze leven zegt iets over Allah subhanahu wa ta'ala. Daarnaast Allah subhanahu wa ta'ala, broeders en zusters, is degene die naast het feit dat hij onze zondes vergeeft, is hij degene die het klein beetje van de aanbiddingen dat wij doen,
gaat hij het groot maken, subhanahu wa ta'ala. Yani een voorbeeld. We gaan de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, in een overlevering. Niemand van jullie gaat het paradijs in met zijn daden. Toen zeiden de sahaba, ja Rasulallah, u ook niet. Toen zei hij, ik ook niet, behalve als Allah mij vergevenis geeft. Want als we kijken de Jannah, billahi alaik, welke daden kunnen daar tegenover? Welke daden moeten wij doen om het paradijs van Allah te krijgen? Onmogelijk, subhanallah. Onmogelijk is het dat wij die daden kunnen doen die ons het paradijs brengt. Maar subhanallah, tot Allah zijn namen en tot zijn barmachtigheid behoort, dat hij aan van ons accepteert het weinige wat wij doen en dat hij deze groot maakt en dat hij vervolgens ons vergeeft en het paradijs geeft. En daarom de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die hadith al-Qudsi, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer de dienaar één beloning of één goede daad verricht, dan zei Allah subhanahu wa ta'ala, dan wordt het vermenigvuldigd automatisch met 10. Ajib. Ga maar een werkgever vinden op hier, die iedere uurtje dat jij werkt, in plaats van een x-bedrag, dat hij gelijk keer 10 doet. Ha, als je vindt, laat mij weten. Ik ga solliciteren ook met jou. Inshallah. Yani, subhanallah. En daarna gelijk keer 70. Keer 700. Keer nog meer. Wallahu yuda'i fulle min yasha, zei Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah vermenigvuldigt en degene die wil. Daarom Uthman ibn Affan, wanneer hij de handel mee kwam naar Medina. En de handelaren kwamen achter elkaar. Toen zei hij van, ik heb iemand die minimaal keer 10 aan mij gaat geven. Toen zeiden ze, maar ja Uthman, dit zijn de handelaren van de stad. Yani, wie gaat jou keer 10 geven? Ja? En toen zei hij Allah subhanahu wa ta'ala. En hij gaf het volledig als sadaqa, hetgene wat hij op dat moment had. Uthman ibn Affan radiyallahu an. Dus, keer 10, keer 70, keer 700, keer 70.000, keer hoeveel Allah subhanahu wa ta'ala wilt. Subhanallah, en de zondes, hoeveel zijn die? De profeet zegt sallallahu alayhi wa sallam, degene die één zonde doet, dan wordt het één zonde geschreven. Als hij terugkomt en hij keert berouw en hij komt terug naar Allah subhanahu wa ta'ala, dan wordt het gewist. Als zijn leven beter wordt, dan wordt het omgegooid naar hasanat. Inna al-hasanati yudhibna sayyi'at, zei Allah subhanahu wa ta'ala. Dus de ene zonde kan hasanat aan jou brengen, subhanallah. En als die eentje, dan wordt het als één geschreven. En niet meer dan dat, subhanallah. En vervolgens, tot de Allah subhanahu wa ta'ala zijn kenmerken horen, broeders en zusters, dat hij wanneer hij vergeeft, dat hij niet tegen jou gaat zeggen, maar wacht even, je was toch die ene die gisteren dat deed? Nee, als Allah vergeeft, subhanahu wa ta'ala, dan is die volledig weg, waardoor jij toegang krijgt tot al zijn barmachtigheid, subhanahu wa ta'ala. Bal, Allah subhanahu wa ta'ala is degene die blij is dat zijn dienaar terugkomt naar hem. In die overlevering, authentieke overlevering, waar de profeet zegt, sallallahu alayhi wa sallam, Allah is blijer dan een persoon, een man, die op reis was. En vervolgens, die hadith kennen jullie allemaal, vervolgens zijn kameel ergens in de boom heeft vastgemaakt. Hij ging even een dutje nemen. Vervolgens, terwijl hij die dutje aan het nemen is, hij wordt wakker en zijn ding is weg. Subhanallah. Vervolgens kijkt hij alle kanten, geen hoop meer. Hij ging nog een keer terugslapen, zo wachtend op de dood. En vervolgens wordt hij wakker en hij ziet dat zijn kameel boven hem is. En van de blijdschap zegt hij, O Allah, u bent mijn dienaar en ik ben u hier. Yani, achta min shiddat al-farah, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij ging zich vergissen door de blijdschap die hij had op dat moment, subhanallah. De profeet zegt sallallahu alayhi wa sallam, de blijdschap dat zo'n persoon heeft, de blijdschap dat Allah heeft, wanneer je terugkomt naar hem, is nog groter. Billahi alayhi, degene die dat weet, hoe zal hij Allah subhanahu wa ta'ala smeken op dat moment? En die andere overlevering, die ene vrouw in een van de slagveld, die op dat moment zoekend was naar haar baby en ze kon maar niet vinden. En uiteindelijk hebben ze gevonden en heeft zij tegen haar borst gedrukt. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen de sahaba die dat zagen, toen zei hij, denken jullie dat deze moeder haar kindje in het hellevuur zou gooien? De sahaba schrokken alleen maar van de gedachte. Toen zeiden ze, nee ja Rasulallah. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wallahi Allah is geliefder voor zijn dienaar dan deze moeder voor haar baby. Subhanallah.
Allah zegt subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah was er niet degene die jullie zou bestraffen, zolang, o Mohammed, jij tussen hun zit. Dus de aanwezigheid van de profeet was een bescherming voor de hele mensheid dat ze bestraft worden, met andere woorden, in één keer uitgeroeid worden. Wanneer de profeet overleden is, dan bleef nog de tweede. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. En Allah was er niet degene die hun ging bestraffen, zolang zij terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het terugkomen naar Allah subhanahu wa ta'ala, broeders en zusters, is datgene wat wij nodig hebben om terug te komen naar Allah subhanahu wa ta'ala. Daarnaast, als laatste met betrekking tot Allah subhanahu wa ta'ala, en we kunnen de hele nacht vullen hiermee. Allah subhanahu wa ta'ala tot zijn barmachtigheid behoort dat hij ons niet onachtzaam heeft gelaten. Dat hij ons niet heeft verwaarloosd. Wat bedoelen we daarmee? Wij zijn wezen, wij zijn mensen die met een doel op aarde zijn. Allah subhanahu wa ta'ala heeft een boek neergedaald. En de Koran is niets anders dan eigenlijk een soort handleiding die wij nodig hebben om te kunnen functioneren in dit wereldse leven wanneer we hier zitten. Want alles wat wij nodig hebben, zit daarin. Ma farratna fil kitabi min shay, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Wij hebben niets achtergelaten in het boek. Alles zit daarin wat wij nodig hebben. Tibyanan li kulli shay is verduidelijking voor alles wat wij nodig hebben, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah zegt subhanahu wa ta'ala, wa hudan wa rahma. En het is een leiding en het is barmachtigheid. En wallahi, degene die de Koran niet heeft en degene die niet moslim is, die weet het wat een moslim heeft, subhanallah. En ik herhaal dat vaak in de lezingen om bepaalde voorbeelden te noemen, subhanallah, zodat wij beseffen de gunsten die we hebben. Want vaak als mens zijnde vergeten wij heel snel, vinden wij vanzelfsprekend dat wij als moslim geboren zijn, alhamdulillah, die dingen hebben, noem maar op. Lakin, dat de persoon doelloos in dit wereldse leven is, is een van de pijnlijkste iets wat iemand kan hebben, subhanallah. Yani, een simpele voorbeeld. Een vriend van jou belt jou. Die zegt, kom naar beneden, ik heb je even nodig. En je komt naar beneden. Hij zegt, stap in de auto. Je stapt in de auto. Je zegt tegen hem, waar gaan we naartoe? Hij zegt, ik ga je nog vertellen. En dan gaat hij van Almere. Vervolgens gaat hij via Amsterdam. Hij zegt, waar ga je naartoe? Gaan we uit de stad? Hij is al uit de stad. En daarna ben jij, voordat je al weet, ben je aan de grens. Welke grens is dichtbij zijn de heer? Is Duitsland een beetje in de buurt? Toch wel, hè? Ja. Via Duitsland, subhanallah. Mijn topografie is 0,0, dat zie je al. Ik heb net een voldoende gehad in mijn middelbare school. Subhanallah, dus dat jij die kant op gaat op een gegeven moment. En dat je zegt van, Tayyip, ga je naar Duitsland. En voordat je al weet, ben je in Oostenrijk. De meeste geduldige onder ons, die zal misschien 1 uurtje volhouden, ongeveer, zonder te weten waar hij naartoe gaat. Billahi alaik, hoe kun jij in dit wereldse leven zijn zonder te weten waarvoor je leeft? Als je niet een uurtje in een auto nog geduld kan hebben om te weten waar je naartoe gaat, ook al is jouw vriend, ook al weet je dat hij het goede met jou wilt alleen maar, hoe kun jij in dit wereldse leven zijn zonder te weten voor welke doel je leeft? Daarom, een van de ergste dingen wat iemand meemaakt, is dat de persoon op dat moment niet weet waarvoor hij in dit wereldse leven is. Vandaar dat je ziet, subhanallah, en daar zijn er heel veel onderzoeken over geweest, vandaar dat je ziet, subhanallah, dat wanneer het gevraagd wordt aan iemand, en die moet je maar even gaan testen. En ik heb vaak getest in lezingen. Als je vraagt aan iemand, voordat hij moslim was, wat was hetgene wat je miste? En nadat je moslim bent geworden, wat is hetgene wat je gevonden hebt? Bijna unaniem wordt genoemd dat ze hetgene wat ze op dat moment, de situatie, iedereen zegt, ik voelde een leegte. Subhanallah. Ik voelde een leegte. Een leegte die maar niet gevuld kon worden. Ik probeerde van alles en het lukte maar niet. En wat is hetgene wat je uiteindelijk gevonden hebt? Ze zeggen rust. Subhanallah. Rust, omdat de persoon op dat moment weet waarvoor hij in deze dunia is. Als wij zouden weten de dag des oordeels en wat voor een impact het heeft in onze dagelijkse leven. Dat je weet dat je moslim bent, die wat er ook gebeurt. Je weet dat jij uiteindelijk, als jij de ergste dingen meemaakt, dan zeg je, dan ga je relativeren en zegt van, het is maar kort, dit leven. Ik ga toch naar Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals Bilal radiyallahu anhu, wanneer hij op zijn sterfbed lag, hij zei, morgen, yani, dat is wanneer hij doodgaat, hij lag op zijn sterfbed. Hij zei, morgen is de ontmoeting
Morgen tref ik Mohammed en de metgezellen. Subhanallah. De dood was voor hun de verlossing. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij, Aisha, toen zijn dochter Fatima, zag hem op dat moment van de pijn lijden. En zij zei van, wat voor een pijn heeft mijn vader? Toen zei hij, nou vandaag is geen pijn meer voor je vader. Want dat waren mensen de dag des oordeels. En de gunsten dat de persoon heeft, gaat hij ook relativeren. In de zin van dat je weet, wacht even, die gezondheid is niet onbeperkt. Die rijkdom is niet onbeperkt. Die roem is niet onbeperkt. Alles is, kullu man alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Alles gaat op een gegeven moment weg. En dan blijft Allah subhanahu wa ta'ala als enige. Dus het is heel erg belangrijk, broeders en zusters, dat wij beseffen dat de rahma van Allah is. Door deze Koran die we hebben gekregen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die nog de lopende of de levende voorbeeld was van hoe een moslim dient te zijn. Subhanallah. Het was de Koran en daarbovenop nog de profeet om aan ons alles uit te leggen. Heeft subhanallah yani niks achtergelaten dat we niet nodig hebben. En alsof dat subhanallah niet genoeg was, broeders en zusters, is het zo, naast de Koran en de hadith en de profeet sallallahu alayhi wa sallam en de sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala komt iedere nacht hoogst persoonlijk naar ons toe. De Koran hadden wij. Dus de profeet hadden wij en zijn sunnah. En Allah komt iedere nacht ook nog. Iedere nacht daalt hij, zodat hij en mij jou ontmoet. Zodat wij persoonlijke gesprekken kunnen voeren. Zodat we onze geklaag bij hem kunnen doen. Bal, alsof het gisteren niet voldoende was, komt hij dan vanavond, vannacht ook nog een keer. En vraagt hij van, wie is er iemand die mij iets wil vragen, die ik geef? Is er iemand die vergeving wilt, die ik vergeef? En daarna, als jij gemist hebt, komt hij morgen nog een keer. Komt hij iedere keer opnieuw terug om jou iedere keer te ontmoeten, subhanallah. Lakin de grootste ellende de dag van vandaag is dit. En dat de persoon de hele nacht opblijft. En dat er zelfs de fajr op dat moment in de problemen komt. Als je kijkt naar de sahaba van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, na Isha was het helemaal dood. Medina. En de laatste deel van de nacht leek het alsof het 12 uur 's middags was, bij wijze van spreken. Alle huizen hadden licht. En op dat moment is de moment waar de rizq verdeeld wordt. Op dat moment is de moment dat de vergevenis, het paradijs, alles wat wij nodig hebben, is die moment die wij moeten zoeken. Waardoor de persoon pakt. De dua is daarnaast, broeders en zusters, en ik ben aan het einde van mijn lezing. Heel belangrijk dat we een aantal punten meenemen wanneer wij onze dua doen. De eerste heb ik gezegd van besef wie je aan het smeken bent. En dat is Allah subhanahu wa ta'ala waar ik over heb gehad. Daarnaast is het heel belangrijk, broeders en zusters, de tweede wat ik heb gezegd, wie kan zich nog herinneren? Ik heb één ding gezegd met betrekking tot de dua. Jazakallah khair. Zijn namen van Harderwijk, toch? Inshallah. Ik doe alsof ik nog weet. Je hebt mij net verteld natuurlijk. Inshallah. Naam. Dat jij subhanallah Allah smeekt, maar met de corresponderende naam. Dus je gaat niet zeggen, oh Allah vergeef mij, ya shadid al-iqab. Oh Allah vergeef mij, u bent hard in het bestraffing. Dat gaat niet samen. Je zegt, oh Allah vergeef mij, u bent de vergevingsgezinde. Oh Allah, wees barmachtig met mij, u bent de meeste barmachtige. Dus je pakt de naam die correspondeert met je dua die je op dat moment nodig hebt. En dat brengt ons tot het huiswerk, voor mij en voor jou, dat wij de namen van Allah moeten kennen. Op zijn minste dat wij weten de aantal namen die wij sowieso nodig hebben. Dat is de tweede punt. De derde punt, de profeet zei sallallahu alayhi wa sallam in een overlevering, iedere persoon zijn dua wordt geaccepteerd, zolang hij niet haastig is. Zolang je niet haastig bent. Toen zeiden ze, ja Rasulallah, hoe kan iemand haastig zijn? Dat hij zegt, ik heb Allah gesmeekt, en hij heeft mijn dua niet verhoord. Dat is haastig zijn, subhanallah. Dus zolang jij niet in dat dingetje komt, wordt je dua verhoord, subhanallah. Maar zodra jij daarin komt, dan is het klaar, subhanallah. Dus heel belangrijk dat wij niet haasten. En dan, in de dua, weet dat er één van de drie met je dua gebeurt. Zoals in een overlevering van de profeet aangaf. Eén, hetgene wat je vroeg, krijg jij.
als die goed is voor jou. Twee, het wordt gelaten voor jou in het hiernamaas, waardoor jij bij Allah krijgt, subhanahu wa ta'ala, op een moment dat je harder nodig hebt dan nu. En de derde is dat een ellende die voorgeschreven was op jou, dat dat verheft wordt door middel van de dua die je gedaan hebt. Toen de sahaba dit hoorden, zeiden ze, ja Rasulallah, als het zo is, dan moeten wij hele tijd dua doen. Toen zei de profeet, sallallahu alaihi wasallam, doe hele tijd dua. Want iedere dua, onthoud dat broeders en zusters, iedere dua die jij doet, gaat nooit verloren, subhanallah. Gaat nooit verloren. Eén van deze drie gaat gebeuren. Als het goed, hoe vaak vragen we aan Allah iets, wij krijgen niet en achteraf zeggen we, alhamdulillah, dat ik die niet heb gekregen. Want Allah weet het beter dan mij en jou, subhanallah, of wij dit nodig hebben of niet. Tayyib. Daarnaast, wat belangrijk is, broeders en zusters, wanneer wij de dua doen, is dat wij de dua herhalen en onze behoefte en nederigheid tonen aan Allah subhanahu wa ta'ala. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, tot zijn eigenschappen behoorde dat hij, wanneer hij aan Allah subhanahu wa ta'ala dua deed, dat hij automatisch drie keer ging herhalen. Subhanallah. Want ga maar dat uitproberen. De eerste keer kan zijn dat je gedachte een beetje weg is. De tweede keer ben je wat meer erbij. Hoe vaker je herhaalt, hoe meer je zeker van je zaak bent die je nodig hebt op dat moment. Dus hoe meer je herhaalt, hoe zekerder je bent hierin. De andere punt, en ik kan bijna noemen dat die de allerbelangrijkste is, is dat jij, wanneer je dua doet, dat jij dua doet en jouw gedachte erbij is. Want Allah kijkt subhanahu wa ta'ala naar onze innerlijk. De uiterlijk heb ik niet gekozen, heb jij niet gekozen. Maar de innerlijk en onze daden zijn degene waar wij voor hebben gekozen. En daar Allah subhanahu wa ta'ala oordeelt ons mee. Dus het is heel erg belangrijk dat wanneer jij dua doet, dat jij deze dua doet terwijl jij erbij bent. Daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Allah accepteert niet een dua van iemand die zijn gedachten weg is. Hij is met zijn handen zijn misschien omhoog. Hij zegt het, maar zijn gedachte is in de markt of in de deadline die hij nog moet gaan halen. Of die tentamen die hij nog moet aanleveren, enzovoort, enzovoort. Dus liever dat jij kortere dua doet, dat je erbij bent, dan dat jij niet erbij bent op dat moment. Ene laatste, heel belangrijk, dat wij, en nu ga ik op de mawani, oftewel de zaken die voor ons verbieden of obstakel zijn, dat de dua verhoord wordt. En een van de allerergste is dat de persoon leeft van een harame leven. Wat bedoelen we met harame leven? Met harame inkomsten. Want de profeet zei in de overlevering, hij zei sallallahu alayhi wa sallam, فَرُبَّ أَشْعَثٍ أَغْبَرٍ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. De profeet zei sallallahu alayhi wa sallam, hoe vaak zie je أَشْعَثَ أَغْبَرٍ, iemand die stoffig is. Zijn haren verdwaald zijn, yani een beetje stoffige haren, die, yani, dat zijn tekenen van nederigheid. Dat zijn tekenen dat Allah accepteert, subhanahu wa ta'ala. Je moet doen je ding hier in het sama. Hij heft zijn handen omhoog. En de profeet zei in een overlevering, Allah schaamt zich. En de schaamte van Allah is anders dan onze schaamte. Het is een schaamte die bij hem past. Lees ik hem met lihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala schaamt zich om met lege handen terug te antwoorden. Dus weer een manier om de dua te accepteren. Ja Rabbi, het herhalen wat ik net heb gedaan. Hij herhaalt de dua. En daarna zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, zijn eten is haram, zijn drinken is haram, zijn kleding is haram, zijn toestand is haram. Fa'anna yustajabu lah. Hoe zou zo een dua verhoord worden? Mustahil, yani muhal. Kan niet dat zo een dua verhoord wordt. Dus dat onze inkomsten halal zijn, is de belangrijkste zaak die wij nodig hebben, subhanallah. Is bijzonder de inkomsten die halal moeten zijn, broeders en zusters. Yani, subhanallah, de profeet heeft niet gebonden aan de salah, dat je dua verhoord wordt. Of aan de zakah, of aan het vasten. Maar het is gebonden, subhanallah, dat jouw leven halal is, dat jouw inkomsten halal is. De laatste, waar ik mee wil gaan afsluiten, broeders en zusters, met betrekking tot de dua. En hetgene wat wij nodig hebben is dat wij zoeken de juiste momenten. Er zijn verschillende momenten die wij nodig hebben, die wij moeten zoeken. Ik en jij weten als wij gaan solliciteren voor een belangrijke
baan in ons leven, dan ga je op de, van tevoren kijken. En wanneer moet ik dan op gesprek gaan? En hoe, maar dan ga je allerlei voorbereidingen treffen. Omdat dit voor jou een belangrijk moment is. En daarvoor is het ook heel belangrijk dat wij de juiste momenten zoeken. Bijvoorbeeld het regen is een van de momenten dat de dua voor verhoord wordt. Alhamdulillah, in Nederland daar hebben wij genoeg momenten voor. Dus als andere mensen een beetje zeggen van slecht weer, dan zeggen alhamdulillah dat wij zo'n weer hebben. En sowieso is het slecht niet, want anders zouden wij niet hebben wat we nu hebben. Subhanallah. Als de regen een beetje niet komt, dan is het paniek weer. Dan wordt het dan ineens, hoor jij waterschappen en allerlei dingen die je nooit van tevoren hoorde, wordt ineens heel belangrijk. Dus subhanallah, dus regen is een van de momenten. Laatste deel van de nacht, waar ik net heb genoemd, is ook een van de momenten. Tussen de adhan en de iqama, wanneer de persoon sujud aan het doen is. Wanneer dan is de meeste dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala. Een andere wat heel veel mensen vaak niet weten, is tussen wanneer jij klaar bent met de tashahud. Je bent volledig klaar. En voor de taslim. Voor de taslim en de tashahud. Tussen die twee is een moment van dat de dua verhoord wordt. Maar er waren geleerden, subhanallah, die deze gedeelte heel ver of gingen rekken. Subhanallah. Het is een moment dat je dua verhoord wordt. Er zijn ook bepaalde mensen. Ik heb over de tijd gehad. Er zijn ook bepaalde mensen waar hun dua verhoord wordt. Net zoals de ouders. Subhanallah. Net zoals de broeder. Als hij dua doet voor zijn broeder in zijn afwezigheid. Dan is het een engel, zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, die zegt, amin, wa laka bimithl, en voor jou ook hetzelfde, subhanallah. Daarom een geleerde, die ik was van de zomervakantie in Somalië op vakantie. En ik heb een geleerde daar ontmoet. En hij zei tegen mij, wanneer je hele belangrijke dua hebt, doe die dua voor iemand anders. Subhanallah. Kijk de fiqh. Kijk de, subhanallah, het begrijpen van. Van hetgene. Ik vond dat heel bijzonder, subhanallah. En hij zei tegen mij, als je iets heel, heel hard nodig hebt, heel belangrijk voor jou is, doe dat voor een andere broeder. Zeg, ja Rabbi, geef aan hem. Want dan weet jij, één, je krijgt de hasanat voor die ene persoon waar je dua voor hebt gedaan, subhanallah. Twee, een engel zegt amin. Net was alleen jij. Allahu alam, wat met jou zou gebeuren. Maar nu is het een engel die amin zegt. En hij doet dua voor jou en hij zegt hetzelfde voor jou. Subhanallah. En hij zegt, daarna zei hij tegen mij, probeer in de meervoud te doen. Dus vraag dat voor de hele moslim, subhanallah. In plaats van voor jezelf alleen, doe dat voor de hele moslim. Want iedere persoon die daaronder faalt, krijg je de beloning ook voor, subhanallah. Kijk hoe subhanallah, de moslim denkt in de wijvorm. Kijk hoe de moslim denkt voor zijn umma. Kijk hoe de moslim ten alle tijde gunt iedere persoon. Kijk wat ons islam ons leert en welke richting die ons wil gaan brengen. En kijk de werkelijkheid soms. Ik ben niet iemand die pessimist wil zijn, maar er zijn toch wel momenten waar wij een spiegel voor ons kunnen houden, subhanallah. Onze geloof, alles leert ons dat wij één moeten zijn, dat de eenheid belangrijk is. En subhanallah, zelfs in de aanbidding toe, worden wij allemaal aangespoord om het een en ander te doen, om hiermee dichtbij te komen. Ik ben over de half uur gegaan. Mijn excuses hiervoor. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala, de meeste verhevenen, om van ons te accepteren. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala, zoals hij ons hier bij elkaar heeft gehaald, om ons bij elkaar te halen in de hoogste rangen van het paradijs. En dat Allah subhanahu wa ta'ala onze zondes vergeeft. En dat onze beste dagen onze laatste dagen worden. En onze beste daden de laatste daden van dit wereldse leven. En de allerbeste dag in onze leven, de dag dat we Allah subhanahu wa ta'ala ontmoeten. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala dat hij ons innerlijk beter maakt dan onze uiterlijk. En dat Allah subhanahu wa ta'ala ons accepteert. Ik zag een broeder met een... Ja, tfadal. Hoe kan je het beste dua de volgorde? MashaAllah. Ik heb eigenlijk niet eens gevraagd of er dua of er vragen zijn, excuses. Inshallah. Ik ga deze vraag alleen beantwoorden bij jullie. Hoe kun jij doen? Heel belangrijk. Heel belangrijk. Ik heb overigens een module 3-4 jaar geleden gehouden over dit onderwerp. 4 weken achter elkaar. En dan hebben wij heel veel zaken behandeld. En een aantal paar punten heb ik hiervan genomen. Die zijn nog op YouTube te vinden voor degene die wilt. Een van de dingen wat wij toen hadden besproken is wat je nu aan zegt. Wat is de beste manier om dua te doen? Dus ik heb over gehad over de timing, over degene die dat moet doen, wie jij dat doet. En nu heb jij over de manier en de usloob en de manier hoe je dat zou doen. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei, hoorde iemand een keer dua verrichten.
En hij ging gelijk to the point. Ja, Rabbi, geef mij dit. Toen zei de profeet, sallallahu alaihi wasallam, deze is haastig. Hij zei, deze is haastig. Kijk, de profeet, sallallahu alaihi wasallam, toen zijn barmachtige gelag behoort, hij gaat niet alleen aangeven, maar hij gaat ook ons leren hoe het zou moeten. Toen zei de profeet, sallallahu alaihi wasallam, als hij Allah had geprezen, dus dat is nummer één wat je moet doen, als hij Allah had geprezen, en vervolgens de groeten had gedaan op mij, en daarna zijn dua had gedaan, dan zou zijn dua verhoord zijn. Dus het beste is dat je Allah subhanahu wa ta'ala prijst. En hoe kunnen wij Allah prijzen, broeders? Wie weet het? Wat is de beste manier om Allah subhanahu wa ta'ala te prijzen? Even kijken, iemand anders. Nou. Naam, mashallah, zijn namen, want al zijn namen zijn mooi. En al zijn namen zijn schoon. Dus de namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, je kan Allah subhanahu wa ta'ala niet beter subhanahu wa ta'ala prijzen dan noemen wat hij is. Subhanallah. Want alles wat je daarboven probeert te brengen, breng je Allah in mindering. Ja, en Allah wordt niet in mindering gebracht, maar het is jij die dan jouw gedachten naar Allah in mindering brengt. Want Allah is vervolmaakt, subhanahu wa ta'ala. En Allah heeft het niks nodig. Dus je noemt het met zijn schone naam en eigenschap. Dus jij begint met het noemen van de verschillende namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Vervolgens doe jij de salah op de profeet sallallahu alaihi wasallam. Er zijn verschillende. En je kunt salatul Ibrahimiyya is een van de beste. Want de profeet zei sallallahu alaihi wasallam, een van de metgezellen kwam. En hij zei, ja Rasulallah, we weten hoe wij de taslim moeten doen. Hoe moeten wij de salah doen op u? En toen heeft de profeet gezegd tegen die metgezel, ik wist dat er niemand anders voor jou aan mij zou vragen. En hoe ijverig deze metgezel was met kennis. En toen heeft hij de Salatul Ibrahim hier geleerd. Dus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, die wij bij dit tashahud doen. Er zijn bepaalde overleveringen die zeggen dat jij mee moet gaan eindigen. En er is een overlevering waar ik net heb genoemd, die zegt de namen van Allah subhanahu wa ta'ala, eigenschappen, vervolgens de salah of de profeet. En dan kun je beide combineren. Door in deze volgorde te doen en aan het einde nog een keer de salah op de profeet salah. En als je kijkt subhanallah, naar geleerden, dan zie je ook dat ze in zo'n volgorde ook altijd doen. En die volgorde is heel belangrijk om zich daaraan te houden. En hoe meer, wat is de effect misschien? Waarom moeten wij beginnen met het prijzen van Allah? Want dan ga je op dat moment istidaan, dan ga je op dat moment weten en beseffen wie je aan het smeken bent. Waardoor jij op dat moment puur jouw dua is, waardoor je dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala komt. Nou, barakallahu fikum. Jazakumallahu khair, en ik ga niet langer maken, want het is al over half uur. Barakallahu fikum, en nogmaals, ik dank de broeders die deze gelegenheid mogelijk hebben gemaakt. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala voor hen te accepteren. En het is heel erg belangrijk dat wij allemaal ons steentje bijdragen in de da'wa van Allah subhanahu wa ta'ala. En het is niet iets wat de broeders van mij hebben gevraagd. Het is niet iets wat iemand aan mij heeft gevraagd. Maar het is heel belangrijk, de dag van vandaag, we hebben heel veel talenten tussen de jongeren. Maar de verantwoordelijkheidsgevoel, die is niet op niveau. Wat je ziet is dat de jongeren veel kunnen doen, subhanallah, maar niemand trekt het naar zichzelf. Niemand trekt het, bijvoorbeeld in Tilburg, volgens mij hier zijn jullie ook mee bezig, Islamitische middelbare school. Er is alleen maar een kleine handtekening nodig. Daarvoor hoef je geen geld voor te betalen, helemaal niks. Het gaat om jouw kinderen. En subhanallah, zie je heel veel passiviteit van de moslimgemeenschap. En morgen gaan we klagen. Dan gaan we huilen, bij wijze van spreken. Dit wordt gedaan, noem maar op, subhanallah. Dus heel belangrijk, iedere van ons, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons kunde gegeven. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons mogelijkheden gegeven. De ene kan zijn dat hij misschien niet veel tijd heeft. Maar hij is ondernemer en Allah heeft hem vermogend gemaakt. Dan steunt hij op een financiële manier. De ander is goed met de apparatuur en met technische dingen. Dan steunt hij daarmee. De andere heeft meer tijd, waardoor hij een vrijwilliger kan zijn. De andere kan kennis opdoen, zodat hij ook lessen geeft en dergelijke. Heel belangrijk, subhanallah, dat wij onszelf allemaal zoiets navragen. Zoals de sahaba van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. De profeet zei, sallallahu alaihi wasallam, in een van de sahaba, hij zei, morgen ga ik de vlag geven aan iemand die van Allah en de profeet houdt. En de profeet en Allah houden ook van hem. En toen gingen alle sahaba naar bed. En iedereen ging zich afvragen, zal ik die persoon zijn? Ze trokken naar zichzelf. In onze tijd zouden we zeggen, het is vast wel ustad die en die dat is.
of Sheikh die en die is 100%. Ik denk dan, nee, die mufti daar, dat is degene die echt is, degene die Allah van... Nee, niemand die trekt naar zichzelf en zegt van, nee, ik ben het, ik wil het zijn. Subhanallah. En de volgende dag, iedereen ging zijn nek een beetje omhoog halen, om te laten zien, ja, Rasulallah, ik ben er. Ja, ben ik die persoon die je moest hebben. Subhanallah. Ja, dus het trekken naar jezelf. En het vinden dat jij onderdeel bent van dien en dat je dit wil hebben. Dat is een van de zaken wat we nodig hebben. En die ambities zijn degene die de mensen verschil maakt, subhanallah. De ene kan niet slapen totdat hij mensen helpt, totdat hij mensen steunt, totdat hij... Hij kan niet zien dat Allah niet aanbeden wordt. Hij wordt verdrietig wanneer hij ziet dat iemand Allah aan het zondige is. En de andere lijkt het alsof hij, alsof helemaal niks, alsof een pizzakourier daar aan het lopen is. En hij doet helemaal niks met hem, geen enkele ding. En dat is het verschil en dat is iets wat wij... moet ontwikkelen, inshallah, bi'idhnillah. Barakallahu fikum. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yabarak fi sheikh. Allah yahfadkum. Allah yajzikum khair.